Het is jou waarschijnlijk ook niet ontgaan dat prinses Delphine en koningin Paola een eigen documentaire hebben uitgebracht waar ze zelf hun verhaal doen. Dat is volgens velen echt wel geschiedenis dat ze schrijven. Waarom is dat Ja. juist zo baanbrekend volgens jou? Het is het feit van die twee interviews is baanbrekend, omdat het nog nooit in Belgische koninklijke familie gebeurd is dat twee vooraanstaande leden zo'n grote persoonlijke communicatie gedaan hebben. Er wordt meestal niet gecommuniceerd, en zeker niet zo persoonlijk, en zeker niet zo op grote schaal, en zeker niet in vier afleveringen waar ze recht in de camera kijken en hun verhaal vertellen. En je hebt daar een duidelijke kwestie van woord en wederwoord. Het hele proces wat zich voortgesleept heeft, het negatieve effect dat dat had op het Belgische Koningshuis. Aan de ene kant heb je Delphine, die haarzelf en haar positie en haar Calvarietocht heeft willen vertellen en verduidelijken. En dat is gebeurd. En aan de andere kant heeft koningin Paula natuurlijk zo lang niet kunnen reageren, heeft gewacht tot het proces afgelopen was, heeft gewacht tot het verhaal van Delphine verteld is en heeft naar alle waarschijnlijkheid, zoals ik het inschat, gedacht van ik ben nu bijna 85, misschien ben ik er niet zo lang meer. Ik zou het jammer vinden dat ik en mijn man herinnerd worden door een vierdelige aflevering van een biologische dokter. Laat ik zelf maar een woordje doen. Denk jij dat Paola's documentaire dan wel echt een antwoord is op die van Delphine, ook al wordt Delphine niet vernoemd in haar reeks? Het is een documentaire die uitgezonden is na de reeks van Delphine op de televisie gekomen is. Het is een documentaire waarin met geen enkel woord over Delphine gesproken wordt, wat ook zeer opmerkelijk is, omdat dat nu het nummer één koninklijk item was van de afgelopen 20 jaar. Dus ook al wordt er niets gezegd, is het veel betekenend dat die naam niet valt en dat er over de kwestie niet uitgeweid wordt. En ook dat het voor de eerste keer is in haar bijna 85-jarig bestaan dat koningin Paula zoiets doet. Toen ze nog koningin gemalin was, was het misschien beter geweest dat ze op dat moment dit soort dingen op regelmatige basis gedaan, want dan hadden we haar beter kunnen leren kennen en hadden we misschien een heel andere situatie en een heel ander sentiment gehad bij de bevolking op dit moment. Is dit dan het begin van een openlijker koningshuis? Ik hoop het. De weg van een open koningshuis is de enige weg om te gaan. De gesloten koningshuizen hebben geen en nul toekomst in de 21ste eeuw, omdat, wat ik al zei, koningshuizen en de clout of de ondersteuning van een koningshuis, het bestaansrecht van een koningshuis, enkel en alleen te maken heeft met de populariteit en de goedkeuring van de bevolking. En op het moment dat je niet communiceert met een bevolking, dan kan je die goedkeuring die je wil, die populariteit die je wil, kan je die niet beïnvloeden, kan je die niet voeden, kan je die niet helpen. En dat is rechtstreeks de weg naar de exit en niet de weg naar het voortbestaan van die nog schaarse koningshuizen in Europa. Dus we kunnen nog wel iets verwachten van ons Belgisch Koningshuis in de toekomst. Ik denk dat het Belgisch Koningshuis vooral zelf verwachtingen moet creëren en die verwachtingen inlossen. Binnenkort zal het Belgische Koninkrijk 200 jaar bestaan. Ik denk dat dat een mooie gelegenheid is om een aantal leden van die familie en het Koningshuis in het geheel beter, nog beter en op een andere manier te leren kennen.